Het Antwerpse incasso-advocatenbureau Laon heeft met grote bezorgdheid de impact van de coronacrisis op onze Belgische bedrijven gevolgd. Ze maakte een analyse dat een beeld geeft over de financiële ademnood waarin heel wat bedrijven zitten. En die cijfers zijn niet zo fraai. Bij mij zit hier Paul Kools. U bent oprichter van Laon. U bent ook advocaat en invorderingsexpert. En u bent ook adviseur op het kabinet van de minister van Justitie, Vincent van Quickenborden. Daar komen we straks nog op terug. Laten we het eerst hebben over die cijfers. Een cijfer dat zeker in het oog springt. In het laatste kwartaal van 2020. KMO's hebben 30% van hun onbetaalde facturen eigenlijk verloren. Dat is toch wel bijzonder hoog, hè? Dat is bijzonder hoog. Zeker als je het vergelijkt met kwartaal 2, hè, wanneer de eerste lockdown had plaatsgehad. Daar was die totaliteit van verloren vordering maar 11%. Wat we zien in het vierde kwartaal is dat in totaal 48% van de vorderingen zijn gerecupereerd. Dat zijn at random vorderingen die wij van onze klanten krijgen vanaf 1 oktober, gemeten tot eind december. Dan blijkt dat 15% naar de deurwaarder is voor de minnelijke invordering en dat 6% al gerechtelijk werd ingeleid. Dat blijft in totaal nog een 31% over, waarvan 5% faillissementen, 11% dossiers die door de klant zelf zijn afgesloten, 9% van insolvabelen, waar je zelfs geen moeite moet doen om te gaan invorderen, omdat het toch een verloren zaak is, en dan 6% aan kredietnotas al of niet betwist. Dat is het B2B-verhaal. Hoe zit het bij particulieren, bij de consumentenvorderingen? Is dat hetzelfde verhaal? Dat is een heel ander verhaal. Het blijkt zelfs dat de impact van COVID op de consumentenvorderingen veel minder is. Hè. We hadden zelfs in het tweede kwartaal, wanneer natuurlijk consumenten op dat moment weinig hadden te consumeren, want alles was gesloten, dat de basic als energie, telecom en zo verder veel beter werd betaald. Dus de impact daarop is veel minder dan in een B2B-omgeving. Een gezonde cashflow aanhouden is voor bedrijven uiteraard heel erg belangrijk. Slagen zij daarin, in deze moeilijke periode? Het is moeilijk. Hè. Het blijft moeilijk. Hè. Want wat mij altijd verwondert is dan ook pre-COVID times, dat er zo weinig aandacht wordt besteed aan het debiteurenbeheer en dat debiteurenbeheer en een goede cashflow voor de meeste bedrijven nog altijd geen prioriteit is. Wat we nu wel zien, natuurlijk in coronatijden, dat ook de schuldeisers wat coulanter zijn met hun schuldenaars, hè, omdat zij dikwijls ook moeilijk hebben. Wij worden door vele verhuurders nu geconsulteerd om de huren die er zijn te heronderhandelen totdat de crisis is opgelost. Hè. Dus daar is ook wel wat meer coulantie nodig. Wat verwacht u voor het komende jaar, 2021? Optimisme is een moral duty. Je kent de cijfers van Gredon, die zeggen er zijn nog nooit zo weinig faillissementen geweest in 2020. Dat gaat dit jaar wel iets anders zijn. Door het moratorium natuurlijk zijn er bepaalde, heeft men niet kunnen dagvaarden in het faillissement. En dat is afgelopen nu, hè? En dat is afgelopen, maar wat we wel zien is dat Rijk Sociale Zekerheid, de directe belastingen, de indirecte belastingen, de BTW bijvoorbeeld, hè, die meestal de grootste schuldeisers zijn van bedrijven, dat die zich wat behoedzaam opstellen en niet direct tot faillissement dagvaarden om ook de bedrijven nog de kans te geven te recupereren. Tot slot, u bent ook adviseur, hè, voor Vincent van Quickenborden, minister van Justitie. Welke rol speelt u daar? Ik zit daar in drie werkgroepen. De eerste werkgroep is de insolventie, waar nu het meeste werk ook wel is gebeurd, hè, waar we met de sector, met iedereen hebben bekeken, kijk, hoe gaan we bedrijven zuurstof kunnen geven, hoe gaan we bedrijven kunnen redden van het faillissement. Dan heb je de werkgroep schuldindustrie, daar is nog heel wat werk. Daar gaan we samen met de deurwaarder, samen met de sector zien hoe we een debiteurenbeheer op een minder kostelijke manier kunnen gaan organiseren, want nu is dat erg duur. En nog de schuldeiser, nog de schuldenaar worden er beter van. En dan ook een hele belangrijke, maar dat is al heel lang bezig, dat is de digitalisering van justitie. Dat er zowel naar de rechtbanken toe, dat er op een veel transparantere en sneller manier kan worden gewerkt. Daar ligt ook nog veel werk op de plank dan. Heel veel. Absoluut. Dankjewel, Paul Kools. En ik wil u graag bedanken voor het kijken. Wil u graag meer informatie over debiteurenbeheer? Dan kan u een kijkje nemen op de website laon.eu. En u kan daar ook een gratis analyse aanvragen. Dankjewel en graag tot de volgende keer.